Anomaly hier op je beeldscherm. Punch-out battles, achtsfinale. De meest verrassende battle van vandaag. Tonchi, what the fuck heb jij vandaag gedaan? Ik weet niet. Ik had van tevoren echt verwacht dat het echt helemaal niks zou worden vandaag. Ik wou me bijna ziek melden. Ik weet echt niet wat ik wou doen. Maar ja, ging best goed eigenlijk. Wat vond je van zijn theaterstuk? Zijn theaterstuk ook gewoon. Ja, je merkt gewoon dat de Young Boys nu mogen komen. En je merkt ook dat mensen tegen mij hard gaan. Dat vind ik dope. Het is gewoon, oh kut, ik moet tegen Stef. En opeens ben ik fucking 5 keer zo goed dan dat ik tegen Jigoslav was. Ja, je merkt ook maar wel niet genoeg. Maar je merkt ook wel aan het publiek, de underdog wordt echt gesupport vandaag. Maar ik moest hard werken. Maar eerlijk, Toontje was dope. Ja, Toontje was dope. En ik moest gewoon hard werken om dezelfde lach te krijgen. Maar dat is precies wat ik verwacht had, weet je wel. Heb je trouwens samen met Eerste Keus bepaald hoe jullie op je tegenstander gaan aflopen als zij battelen? Want ook hij ging de hele tijd naar zijn tegenstander zo toe van geen bewegingsruimte geven. Ik heb het gewoon van hem afgekeken. Of hij van jou? Nee, hij moest eerder, toch? Ja. Scherp. Toontje, even kijken. Je hebt een gruwelijke prestatie neergezet, je hebt verrast, je zag het publiek hield van je. Je was de vorige keer ook dope tegen Jugoslav. Denk je dat je kans maakt tegen Stef? Ja, volgens mij zaten mijn bars wat minder goed in elkaar dan die van Stef. Maar ik weet niet, mijn doel vandaag was, want iedereen zei 3-0 Stef, 3-0 Stef, 3-0. Mijn doel was om mensen toch nog een klein beetje te laten twijfelen over de hele shit. Ja. Ik denk dat redelijk is gebeurd. Ja, zeker. Je ziet ook hoe iedereen op je afkomt. Je hebt het echt gruwelijk gedaan, man. Ja, waarom mijn matties hoor, maar... Nee, maar niet alleen je matties waren aan het juichen. Het was gewoon, weet je wel. En het ding is met Toontje, is dat hij gewoon zijn stem niet mee had. Maar hij snapt nu hoe die plaatsing werkt. Weet je wel. En hij ziet er niet uit als een jongere mij, maar hij rapt ook zo gewoon. Weet je wel. Dus je kan heel goed zien van, oh, hij heeft heel goed opgelet hoe dit ding moet. En dat is dope om te zien, man. Ben jij de titelfavoriet? Nu wel, denk ik. Als ik kijk naar dit event, dan denk ik... Eerste Keus en Waldo hebben allebei lichtelijk teleurgesteld. Tenminste, Waldo zwaar teleurgesteld. Keus kwam ook niet op zijn niveau. Jij, tegen wie is de finale? Als je wint, hè, want ik wil Toontje niet uitsluiten. Ja, precies. Ik denk dat als Toontje wint, dat ze volgende keer scheid hebben aan Toontje. Dat denk ik echt. En dat is kut, maar je zag het van toen ik tegen Insano moest. Insano mocht niet winnen. Toen ik tegen Terry ging, ik mocht niet winnen. Dus als Toontje deze wint, dan is hij hier daarna de lul. Weet je wel, dat is gewoon wat er gebeurt. En ik heb dat schema niet goed in mijn hoofd. Dus als ik in die finale kom, is dat denk ik toch tegen Waldo. Maar dat is... Ik kijk zo wel even voor je. In ieder geval echt een heerlijke battle. Kijk deze battle, serieus. Dit is geen promotie van mijn kant. Omdat ik YouTube views wil pakken of zo. Kijk die battle. Het was fucking hilarisch. Dani achter de mic zegt ook 3-0. Voor wie? Voor Toontje? Trouwens, Demo, zijn knie is super fucked up. Vandaar dat ik dit even alleen doe. Beterschap Demo, man. Punch out op je beeldscherm. Ciao.